Welkom bij Oomspart TV. Vandaag behandelen we de veelgestelde vraag: hoe kan ik zelf mijn Norisgaten slijpen? Nou, wat hebben we nodig? Een goede vlakke slijpsteen, liefst met twee groftes. De donkere kant is de grove kant, de lichte is de fijne kant. We hebben een afbrandsteentje nodig, goed recht. Eventueel een polijststeen. En hierbij nodig, dit is een diamantsteen. En daar hebben we nodig dan een flesje met zeepsop. En altijd handig om een doekje bij de hand te hebben. Nou, we gaan de schaatsen inklemmen. Deze slijptafel heeft twee afstelblokjes erop zitten. Ik zorg dat hier aan de achterkant gelijk is. En dat die goed tegen de afstelblokjes aan zit. Zo. Dan mijn andere schaats. Zo, ik heb ze nu goed ingeklemd. Hier aan de achterkant zitten ze gelijk. En ik controleer gelijk of de vier punten tegen afstelblokjes aan zitten. En dat zitten ze. Nou, knoppen zitten goed vast. De afstelblokjes kunnen nu los. Zo, we gaan ervan uit dat de schaatsen redelijk bot zijn. En daar pakken we voor de grove kant van de slijpsteen. Ik probeer de hele oppervlakte van de steen te gebruiken. Zoveel mogelijk. Anders ga ik hier twee groeven in krijgen. En dat is niet goed. Ik probeer de gewicht van de steen het werk te laten doen. Niet te veel te duwen, anders zou ik de ronding eruit kunnen slijpen. ...900 mm slijp ik eraf, 100 mm krult om. Dat noemen we de braam. En die braam ik af. We hebben een afraamsteentje. Afraamsteentje houd ik goed recht. Als ik hem scheef hou, zou ik weer de scherpte van mijn ijzer eraf halen. Zo. Even nog een keer de grove kant. En ik herhaal nog een keer met de grove kant. Zo, even het doekje erlangs om het overtollige slijpsel eraf te halen. Ja, en je voelt dat er dan een braam hier aan de zijkant ontstaat. Je kan het met je nagel goed voelen als je zo omhoog gaat. Van beneden naar boven. Voelt gewoon de braam voor je zitten. De braam nog even goed af. Zo. Vervolgens pakken we de fijne kant van de slijpsteen. De fijne kant van de slijpsteen is de lichtere kant van de slijpsteen. En hier herhaal ik het slijpen, zoals ik ook met de grove kant deed. Probeer de steen recht te houden. Niet te veel de puntjes of de achterkantjes mee te nemen, want anders zou ik putjes in mijn slijpsteen krijgen. Zo, even mijn doekje erlangs.
afbraamsteentje. Zo. Nou, het begint echt op te lijken. Keurig. Ik herhaal nog een keer het slijpen met de fijne kant. Zo. Nou, de schaten zijn nu vrijwel perfect. Voor de finishing touch slijp ik graag altijd mijn schaatsen na met een diamanten polijsteen. Hier staan nummertjes op, dit is 800 bijvoorbeeld. Deze kant is 1500. Hoe hoger het nummer is, hoe fijner de steen. Ik doe er een beetje water op. Een beetje uitwrijven zo. En ik ga over mijn schaats. Het voordeel van een diamanten steen is dat hij altijd recht blijft. Zo, even afbramen. Zo, dan zou ik daarna nog een keer met de grit 1500 nummer 4 kunnen doen. Hoe gladder de schaatsijzers worden, hoe beter ze glijden op het ijs. Zo, met mijn doekje nog even afnemen. Even afbramen. Zeer belangrijk het afbramen. Met afbramen, daar maak je je schaats echt goed scherp mee. Ik voer niets, geen haakjes, braampjes meer. Ze zijn gewoon perfect. Klaar voor gebruik. Een belangrijk punt wat we behandeld hebben. Zorg altijd dat je een goed recht braamsteentje gebruikt. En dat je het braamsteentje recht tegen de schaats aanzet. En niet scheef, want anders zou je de scherpte van de schaats weer afhalen. En dat is zonde. Hier heb ik vrij harde ijzers. Die zijn vrij snel scherp. Zachtere ijzers duren gewoon langer voordat ze goed scherp zijn. Omdat de braam iedere keer als het ware weer omkrult. Geeft niks, maar je moet alleen wat langer doorslijpen. En deze paar stappen blijven herhalen. Wen altijd eventjes aan de lengte van de ijzer in je blok. Want als je te ver doorhaalt, dan ga je putten in je slijpsteen krijgen. En dan moet je weer opnieuw gaan vlakken. Over het vlakken kan je naar onze andere vlog kijken, die we daar speciaal aan gewijd hebben. Zorg altijd voor een goede, stevige ondergrond. Want als alles maar staat te wiebelen, komt ook je slijpresultaat niet echt te goede. Dit was mijn vlog over het zelf slijpen van je Norenschaatsen. Vind je deze informatie nuttig? Abonneer je hieronder op ons kanaal of geef ons een like. Tot de volgende vlog van Oomsport. Veel schaatsplezier!